Goedemorgen iedereen. Je favoriete bijpage terug op je computerscherm. Het spijt me voor deze kop. Oh, jongens. Maar vandaag ben ik terug met een vlog. Voor iedereen die een vlog wou, hier I am. Zeg jullie wel al eerlijk, ik heb echt geen interessante leven. Dus wat gaan we vandaag doen? Ik heb koffie nodig om wakker te worden. Heel veel koffie. Ik drink niet echt koffie, maar ijskoffie. Maar dat telt ook. Dan zou ik eigenlijk een beetje willen sporten. I know guys, I know. Maar het lijkt of ik nu al 7 maanden zwanger ben. Dus we moeten er iets aan doen. En vandaag is eigenlijk gewoon een dag dat ik mezelf een beetje ga verzorgen. Maskertje, benen scheren, misschien een zonnebankje doen. Ik heb er heel veel zin in en ik ga jullie meenemen. Ik hoop jullie er een beetje van genieten. En zoals George het zegt, let's go! Yeah, let's go! Yeah, let's go! Ik heb gisteren een ovenschotel gemaakt met puree en broccoli en gehakt. In mijn tweede leven ga ik kok worden. Echt waar, chef-kok. Ik kan zo lekker koken. Het ding is gewoon, ik hou niet van afwas doen. Amai, ho. En nu mijn ijskoffietje. Wie kent dat gevoel? Als je zo de eerste slok in de morgen van iets koud drinkt, oh, ik voel het echt tot mijn baarmoeder. Nee, zelfs niet tot mijn baarmoeder, tot mijn tenen. Ik zie jullie subiet om te sporten. En als ik geen goesting meer heb om te sporten, dan zie ik jullie nog altijd subiet. Ik zou echt wel moeten sporten. Ik heb mijn koffie opgedronken. Ik sport by the way gewoon thuis. Want ik zal jullie een grappig verhaaltje vertellen. Hè. Ik ben ooit naar Basic Fit gegaan om te gaan sporten. Nu, er was zo'n machine dat jij zo moest gaan zitten en dat je voeten moest stuwen. Nu, wat doe ik? Ik ga zitten, zo met mijn poep, en ik begin er zo aan te duwen. En dan komt er een gast langs en die zegt, oei, ja, je hoort dat praten eigenlijk niet zo te gebruiken. Kijk, er staan foto's bij. Dus ik schaamde mij dood. Sindsdien durf ik niet meer terug. Ik ga sowieso een maskertje op doen, want... Jongens, mijn gezicht. Ik ga deze maskertje opdoen van Garnier. Niet gesponsord, by the way. Dat is super goed als je heel droog huid hebt. By the way, laten wij even praten. Hoe gek is het dat Monica Geuze Love Island gaat presenteren? Oh my god, I can't. Niks tegen Holly, want ik hou van Holly. Maar eerlijk, ik had er echt alles aan gedaan om in het seizoen van Monica Geuze te zitten. Zij is zo echt en zo eerlijk met alles. Ja, I love her. Ik hou echt van haar. Ik vind haar echt geweldig. Ik ben ook zo benieuwd naar het nieuwe seizoen van Love Island. Ik had wel enkel met Belgen zijn, maar... met Belgen, hè. Met Nederlanders. Dus ik ben benieuwd. Want ik had het gevoel dat de Belgen bij ons... veel meer durfde te zeggen. Die hadden gewoon een beetje meer scheid aan alles. Ik vond dat de Nederlanders best wel politiek correct waren. Ik voel me echt een creep. Dit hou jij dan 20 minuutjes. Weet je, ik hou dat gewoon op totdat dat droog wordt. En dan ondertussen kan ik mijn matje uitrollen. Ik heb dat matje enkel gekocht als decoratie in mijn kamer. Dat mensen denken dat ik sport. Pardon. Dus een paar oefeningen die ik doe alleen vooral kont. Ik heb Anita Booty getting bigger. Dus dan doe ik gewoon squat. Hoe grappig is deze? Zet hier alsjeblieft zo'n grappig muziekje. Eerlijk. Ik wou gewoon stoer doen. Dat ik aan het sporten was. Maar weet je wat? Fuck it. Ik ben het echt beu. Fuck this shit. I'd rather be pregnant, oké? Okay, ik ga verder sporten, maar ik weet hoe oninteressant het is om mensen te zien sporten. Dus ik bespaar jullie dat.
En ik ben speed terug als ik deze maskertje af heb gedaan. Because I feel like a Oompa Loompa. En ik zie jullie dan. A few moments later. Hey guys, ik ben net uit de douche. Dus mijn haar is nog een beetje nat. Ik ga me nu even opmaken om een foto te trekken. En ik wou gewoon gezellig met jullie babbelen. Laten wij eerst babbelen over hoe het met mij gaat nu. Hoe gaat het met mij? Ik heb dagjes dat het echt heel goed gaat met mij. Dat ik denk, yes, nu ga ik heel de wereld kunnen veroveren. En dan heb ik gewoon dagjes dat het minder met mij gaat. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. De ene dag gaat het super goed met mij en de andere dag weer niet. Kan ik gewoon huilen. Voor de rest, ik denk dat jullie ook wel geïnteresseerd zijn in mijn dating life. Ik ben momenteel met een jongen aan het praten. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn, ik weet het echt niet. Ik vind het wel leuk, maar ik heb zoveel schrik, jongens. Ik heb zoveel schrik. Weet je wat het ding is? Bij mij toch is het zo snel dat ik verliefd word. Misschien in 1 minuut. Als ik een vibe heb met jou en het klikt, ben ik in 1 minuut verliefd. Maar dan, als het uit is en je hebt een gebroken hart en bla bla bla, dan duurt het bij mij jaren voordat ik erover ben. Echt jaren. Het is echt eng, omdat ik wil niet weer wekenlang depressief zijn of wekenlang zoiets hebben van ik voel mij niet meer lekker in mijn vel. Want fuck you, I'm a bad bitch. Ik weet wat ik te bieden heb. Ik weet echt wat ik te bieden heb. Dus ik vind het dan zo kut dat ik mezelf in twijfel trek voor een jongen die niet wist wat hij had. Ik heb ook echt een degoe gekregen van jongens. Als er iemand mij stuurt en ik denk en dan zegt hij iets en dan denk ik, oh my god, laat mij met rust. Ik kan jullie ook vertellen, ik heb 2 weken geleden of 1 week geleden hebben wij de reunie van Love Island gehad. Ik heb nog nooit iets awkwarder gedaan in mijn leven dan die reunie. Dus ik kan jullie echt niet uitleggen hoe fucking awkward het was. Zeker ten eerste omdat ik single was en de rest waren allemaal koppeltjes. Ik heb mij zo hard vergist. Ik snapte Lotte nooit toen zij nog in Love Island zat en zij zat de hele tijd te zagen. Stop eens gewoon met zagen en amuseer je gewoon, want je zit in Love Island. Hè. Maar nu dat ik single was op die reunie, had ik echt zoiets van, oh my god, Lotte, ik snap jou. Ik snap hoe awkward het is om bij al die koppels te zitten, terwijl je de hele tijd lovey-dobby met elkaar doet. En dan zit je daar met je ex opgeschept. Dus ik had zoiets van, oh my god, ik snap jou. En het was zo awkward. Martin heeft ten eerste niks tegen mij gezegd. By the way, de aflevering komt online 19 september. Dus allemaal kijken. En dan ineens moesten wij op het laatste een gesprek hebben met elkaar. Ik had Martin niet meer gesproken tot de reunie. Dat was al awkward op zich. En dan ineens moeten wij praten. En heel eerlijk, ik heb zoveel spijt van dat ik mijn gevoelens heb getoond. Want nu dat ik erover nadenk, denk ik echt, fuck jou, bitch. Je was mij niet waard. Je was al het liefde dat ik jou heb gegeven niet waard. Maar in de reunie zei hij iets over mijn video. Over dat ik in mijn video zei van, wij zijn vergeten om aan ons liefde te werken. En hij heeft het gevoel dat hij oh zoveel aan ons liefde heeft gewerkt. Wat heb jij gedaan? Je bent alleen met de trein naar mij gekomen. Dat is het. Wow, dat is veel moeite. Wow. Applausje voor jou. Het is niet dat ik gevraagd heb om een hele fucking kasteel te bouwen. Dus ik ben zo boos, want ik lijk weer zo hard op een pussy die de hele tijd over mijn gevoelens zit te wenen en bla bla bla. En dat ben ik niet. Ik ben fucking sterk. Ik heb zoveel doorstaan en ik heb mij, ja, ik haat dat om mij kwetsbaar te laten zien aan mensen. I'm a motherfucking bad bitch. Understand? Oké. Dus ja, toen heb ik gewoon zitten wenen als een fucking baby. Niet gewoon, ik moet echt loslaten. En het is zo moeilijk om los te laten als je elke dag de Instagram van je ex-boyfriend ziet. Dus ik heb hem gewoon ontvolgd. Dit is een hoofdstuk dat ik gewoon nu ga afsluiten. Ik ga mijn best doen om terug te daten en terug in de scene te gaan. En als de bachelor mij wilt, holla. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om zoiets te praten met mij en even heel mijn hart heb kunnen laten luchten. Dank je wel ervoor. Ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vonden om mijn gezaag aan te horen. Ja, I know. Laat me weten of je het leuk vond. Duimpje omhoog of omlaag. Wat jij wilt. En dan zie ik jullie in de volgende video.